FC Dordrecht heeft Gladon in de aanloop naar de tweeluik met Sparta een spreekverbod gegeven. Maar zondag, na de overwinning op VVV, blikte Gladon wel overuit op de merkwaardige situatie. Ja, ze hebben me verhuurd en ik, naar Dordrecht toe kan ik het in principe ook niet maken om half werk te verrichten. Dus ik ben nu van Dordrecht, dus daar zal ik alles voor geven. Gladon mag van trainer Harry van der Ham dus nu even niet meer met de pers praten. Nou, dat lijkt me duidelijk, hè. Kijk, er wordt natuurlijk van alle kanten belicht en er wordt over hem gesproken. En hij is natuurlijk van Sparta. En wat zou het zijn als hij in de laatste minuut de winnende goal maakt voor Dordrecht? Ja, weet je, kijk, hij voetbalt nu voor Dordrecht en hij heeft zijn focus volledig naar Dordrecht toe. En daarom is het ook gewoon een beetje uit de wind houden, want anders wordt het zo opgeblazen en dat willen we niet. Die Paul heeft een probleem in Rotterdam. Oh, is dat zo? Ja. Kijk mee. Logisch. Jij hebt een probleem in Rotterdam, jochie. Dat kan je niet maken in Rotterdam. Ik heb heel even met hem gesproken. Dat waren drie zinnen. En hij wil maar één ding en dat is promoveren met Dordrecht. Hij moet zeker een paar bodycars meenemen. Denkt u echt dat ze zo in Rotterdam denken, Beenhakker en alles? Nou, ik denk dat ze hem dat zeer kwalijk nemen. Als hij Sparta afslaat met 2-3-0, want het kan gebeuren. Nou, dan weet ik het zo net nog niet. Je moet natuurlijk niet overdrijven. Ik bedoel, hij is oud en wijs genoeg om daar zelf mee goed om te gaan. Dat heeft hij het seizoen al gedaan. Dus dat zou in de uitwedstrijd daar zo. Toen scoorde hij ook gewoon zijn goal. Dus. En ik denk ook niet dat hij het nagelaten om goal te maken als hij de kans krijgt. Zodra hij het veld komt, wordt hij weggefloten. En misschien een uitverkocht kasteel. Nou, gaat er maar aan staan. Ik vind het dit wordt een thriller.